nooit verwacht dat ik met zoveel weemoed terug zou kijken naar dat hotel. 2 jaar geleden had ik nooit verwacht dat ik vandaag naar de kapper zou gaan zonder mijn haren te laten knippen. Maar dat mag alles wel daar. Jij mag het? Oh, ja. 2 jaar geleden had ik nooit verwacht dat ik een avondklok nog eens bewust zou meemaken. 2 jaar geleden had ik nooit gedacht dat eenzaamheid niet meer de uitzondering zou zijn, maar de norm. De allerbeste liedjes staan vol met metaforen, met ontroerende beeldspraak en alles dik opgelegd. En de schrijver was verbluft door al het moois dat er uit zijn pen droop. Maar wat hij nou bedoelde, dat begreep niemand echt. Dus ik zing gewoon een cryptisch lied dat niemand echt snapt. Over schildpadden met zonen die in Israël wonen. Over schriften en penselen, over zonnepanelen. Over dromen in een joert. En ik ben ontroerd. Van de allerbeste liedjes moeten mensen huilen. En ik laat de mensen huilen. Onder deze omstandigheden hier zouden zijn. En dat het berichtje dat ik gisteravond op nu.nl las, mij zo zou raken. Let op. Aanschaf, de vaandeldrager gaat door. De Eerste Kamer, akkoord met 150 miljoen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de aankoop van de vaandeldrager, een schilderij van Rembrandt. Hiermee gaat de aankoop definitief door en zal de staat 150 miljoen euro voor het werk neerzetten. En ik kon het niet laten om dan vanmiddag te eindigen met een liedje over iemand die we allemaal kennen. En het was nogal allemaal kort dag, dus ik heb wel een koortje geregeld voor vandaag, maar ze zitten wel daarin. Hey meneer, u heeft uw was gedaan. Ik zet hem verkeerd in. Ook even de goede toon. Daar was al de goede toon. Hey meneer, u heeft uw was gedaan. Uw bed is al verschoond. Kruip straks maar lekker onder het laken. Meneer, u kunt gaan slapen. Er gaat morgen geen wekker. U mag weer plannen voor uw toekomst gaan maken. Hey meneer. Uw taak zit erop, u had nog wel even doorgewild, maar u gaat nu met pensioen. Koop een racefiets of een mountainbike of skielers. U mag alles waar u zin in heeft nu lekker gaan doen. Er wordt niet meer op.
op u gewacht. Uw naam staat nu niet meer in andermans agenda, alleen maar in uw eigen, dus geniet ervan meneer. Het hoeft nu allemaal niet meer. Hey meneer, uw werk zit erop, u deed zo hard uw best, dus neem uw rust nu, want het is u gegund. Nu heeft u tijd voor uzelf, zonder iemand die u stoort, dus doe de dingen die u nooit in alle rust heeft gekund. Hey meneer, uw pak kan in de kast, trek uw joggingbroek maar aan. Neem een Disney Plus account om u een avond te vermaken. Bel Domino's om een pizza met vier kazen te bezorgen. Neem een biertje uit de koelkast en laat het u smaken. Er wordt niet meer op u gewacht. Uw naam staat nu niet meer in andermans agenda, alleen maar in uw eigen, dus geniet ervan meneer. Het hoeft nu allemaal niet meer. Hey meneer, geld heeft u genoeg, u kunt voorlopig vooruit. U hoeft niet meer te werken, goh is dat even fijn. Dus neem voor de gezelligheid een hond. Of als u allergisch bent, dan zet u buiten maar een hok met een konijn. Minister-president, uw stoel wordt snel gevuld. Maakt u zich over ons nou geen zorgen. U kunt een bucketlist gaan maken, vol met al uw wilde plannen. Uw dagen zijn nu niet meer vol met stress en telefoontjes. Uw situatie is perfect om te ontspannen. Er wordt niet meer op u gewacht. Uw naam staat nu niet meer in andermans agenda, alleen maar in uw eigen, dus geniet ervan meneer. Het hoeft nu allemaal niet meer. Hey. U kunt gaan kijken hoe het gras groeit, u kunt kijken naar de maan. U kunt moestuintjes gaan sparen, want uw werk is gedaan. Dankjewel.